De zaak Sefdet Yilmaz kwam vandaag opnieuw voor de rechter. Dat is de man die in 1983 6 mensen doodschoot in café Het Koetsiertje in Delft. De moordenaar heeft voor de 3e keer in korte tijd een kort geding aangespannen tegen de staat. En dit keer lijkt het om iets heel kleins te gaan. Onze politie- en justitieverslaggever Vincent Veeman volgt deze zaak al jaren. Vincent, waar gaat het deze keer om? Nou, als we het heel simpel uitleggen, Yilmaz wil graag een gesprek met de staat. Maar de staat wil geen gesprek met Yilmaz. En dus moet de rechter nu gaan bepalen of die twee wel of niet met elkaar moeten gaan praten. Nou, dat klinkt heel kinderachtig misschien. De advocaat van Yilmaz zei vandaag ook, ik vind het bijna gênant dat ik dit via een kort geding moet gaan bepleiten. Maar er is de afgelopen jaren ook wel wat gebeurd in deze zaak. Yilmaz zit een levenslange gevangenisstraf uit voor een schietpartij in café Het Koetsiertje in Delft. In 1983 schiet hij daar 6 mensen dood als hij racistisch wordt benaderd en zich bedreigd voelt. Inmiddels vecht Yilmaz al zo'n 15 jaar voor vrijlating. Eind jaren 90 ging hij voor het eerst een gratieverzoek in. Zou zijn beloofd dat hij zich mocht resocialiseren. Daarbij zou hij ook de bijbehorende verloftrajecten doorlopen. Als bekend wordt dat hij daar onder begeleiding met verlof kan en zelfs in de tussentijd een gezin heeft gesticht, probeert de staatssecretaris vergeefs dat verlof tegen te houden. In juli vorig jaar wist Yilmaz via de rechter zelfs af te dingen dat hij nu ook zonder begeleiding de kliniek mag verlaten. Even terug naar onze verslaggever Vincent Veeman bij de rechtbank. Vincent, Yilmaz wil nu dus een gesprek met de staat. Waarom? Nou, hij wil graag weten waar hij naartoe werkt. Yilmaz heeft het idee dat, ondanks eerdere afspraken, de staatssecretaris nooit een gratieverzoek zal gaan goedkeuren. Dus wil hij weten, ja, wat is dan mijn uitzicht nog? Ik ben nu bezig met resocialisatie, maar waar werk ik precies naartoe? Dat is wat hij wil weten. En waarom wil de staatssecretaris dat gesprek niet? Nou, die vindt sowieso dat hij door Yilmaz veel te slecht wordt afgetekend, dat hij nooit een gratieverzoek zou toestaan. Dat is helemaal niet waar, zei de landsadvocaat vandaag. Maar alles op zijn tijd. Het is gewoon onmogelijk om er nu op vooruit te lopen en dus heeft zo'n gesprek niet zoveel zin. Het gesprek dat komt er wel, maar op het moment dat er een nieuw gratieverzoek wordt ingediend, zegt zij. Ja, Vincent, wanneer hebben we meer duidelijkheid hierover? Nou, op 20 januari doet de rechter uitspraak. Die gaat dan bepalen of de twee partijen met elkaar om tafel moeten. Maar ja, zelfs als dat zo is, kun je natuurlijk op je klompen aanvoelen dat dat niet echt een heel ontspannen gesprek gaat worden. De twee partijen staan lijnrecht tegenover elkaar. En je kan er dus ook van uitgaan dat er in de komende jaren nog wel wat rechtszaken volgen. Voordat Yilmaz een keer vrijkomt.